Dames en heren, ik heet u van harte welkom. Mijn naam is Harm Rutte en ik ben vandaag uw prorector. Hierbij open ik deze academische zitting, waarbij Marjolein Hermans het academisch proefschrift Endometriosis, Not Just a Benign Disease, Insight and Association Between Endometriosis or Adenomyosis and Cancer zal gaan verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift voordat we de oppositie beginnen? Goedemorgen, geachte prorector, collega's, vrienden en familie. Dank dat u vandaag hier alle aanwezig bent bij de verdediging van mijn proefschrift, getiteld Endometriosis, Not Just a Benign Disease. Insights in Association Between Endometriosis and Cancer. Middels de komende presentatie wil ik jullie graag een korte samenvatting geven van mijn proefschrift. Graag wil ik beginnen met uitleggen wat endometriose en adenomyose voor aandoeningen zijn. Hier ziet u een plaatje van de baarmoeder, de eierstokken en de eileiders. In het midden is het baarmoederslijmvlies aangegeven. Het baarmoederslijmvlies reageert op hormonen in de cyclus. Elke maand bouwt het zich op en aan het eind van de maand wordt het afgestoten als een vrouw ongesteld is. We noemen dit baarmoederslijmvlies ook wel endometrium. Endometriose is een aandoening waarbij het weefsel wat lijkt op dat baarmoederslijmvlies voorkomt op de eierstokken, de baarmoeder of op de eileiders, zoals hier aangegeven met geel. Het kan ook voorkomen op de darm, de blaas of het buikvlies. Dat is hier niet aangegeven. Net als het baarmoederslijmvlies reageert endometriose mee op hormonen in de cyclus. En hier kunnen dan ook kleine bloedingjes ontstaan en ontstekingen. Dit kan verschillende klachten geven. Endometriose is een chronische aandoening die naar schatting bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt. Het geeft vooral klachten in de vruchtbare levensfase, maar het kan ook vastgesteld worden bij vrouwen na de overgang. Hier ziet u links een plaatje van een normale baarmoeder en rechts een baarmoeder met adenomyose. Adenomyose is een aandoening waar weefsel wat lijkt op dat baarmoederslijmvlies in de spierlaag van de baarmoeder voorkomt. Lang werd er gedacht dat het een soort onderdeel was van endometriose, maar we weten inmiddels dat het echt een aparte ziekte is. Het komt naar schatting bij 1 op de 5 vrouwen voor en het wordt vooral vastgesteld bij vrouwen tussen de 40 en 55 jaar. Dat komt omdat het vroeger alleen vastgesteld kon worden als de baarmoeder verwijderd werd. En dat deden we natuurlijk liever niet bij jongere vrouwen. Inmiddels zijn scans verbeterd en kunnen we de ziekte ook beter vaststellen bij jongere vrouwen. Endometriose en adenomyose kunnen verschillende klachten geven. Ze kunnen zorgen voor chronische buikpijn, pijnlijke menstruaties, leiden tot blaas- of darmklachten, maar ook tot verminderde vruchtbaarheid zorgen. Endometriose en adenomyose zijn goedaardige aandoeningen, maar ze delen eigenschappen met kanker. Er zijn studies die laten zien dat endometriose vaker zorgt voor eierstokkanker. Maar het zijn studies die van wisselende grootte zijn, niet altijd kijken naar op weefselniveau aangetoonde endometriose of adenomyose, of studies spreken elkaar wel tegen. Dat is de reden waarom ik in mijn promotieonderzoek onderzoek heb gedaan naar endometriose en adenomyose en de relatie met eierstok- of baarmoederkanker. Grofweg zou je mijn proefschrift kunnen indelen in 3 delen. In het eerste gedeelte kijken we naar endometriose, adenomyose en eierstokkanker. In deel 2 focussen we ons op baarmoederkanker. En in het laatste deel hebben we gekeken naar de rol van het afweersysteem bij het ontstaan van eierstokkanker bij vrouwen met endometriose. Vervolgens hebben we nog gekeken of we eierstokkanker bij deze groep vrouwen kunnen voorkomen. Voor de verschillende onderzoeken in mijn proefschrift hebben we gebruik gemaakt van de PALGA-database. PALGA staat voor het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. Hierin worden alle weefselverslagen opgeslagen wat bij mensen verwijderd wordt en het heeft in Nederland zo'n 95% dekking. Uit deze database hebben wij alle vrouwen geselecteerd met op weefselniveau aangetoonde endometriose tussen 1990 en 2015. Dat waren er ruim 130.000. Deze hebben we vergeleken met een controlegroep van even gelijke grootte. In deel 1 hebben we dus gekeken naar eierstokkanker. Eierstokkanker is een ziekte die in Nederland bij ongeveer 1400 vrouwen wordt vastgesteld. Jaarlijks sterven er zo'n 1000 vrouwen aan de ziekte. Het is een ziekte die vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt en dat is de reden dat het een slechte overleving heeft. De gemiddelde overleving over 5 jaar is minder dan 50%. Er zijn studies die gekeken hebben of je met screenen op eierstokkanker sterfte kan voorkomen. Dat is helaas nog niet het geval.
Daarom is het heel erg belangrijk om de ziekte te voorkomen. Om dat te kunnen doen, moeten we een risicogroep selecteren. Zoals aangegeven, hebben wij gebruik gemaakt van op weefselniveau aangetoonde endometriose en dit vergeleken met een controlegroep. We hebben vervolgens gekeken hoeveel vrouwen in beide groepen eierstokkanker hebben gekregen. In de endometriosegroep waren er ruim 2000 vrouwen die eierstokkanker hadden gekregen en dat is 1,6%. In de controlegroep was dat 0,4%. Wat we zagen was dat de vrouwen in de endometriosegroep jonger waren ten tijde van de eierstokkankerdiagnose ten opzichte van de controlegroep. Vervolgens hebben we berekend wat het risico nou is op eierstokkanker bij deze groep vrouwen, ook rekening houdend met het aantal blootstellingsjaren. Dit liet een risico zien van 5 tot 7 keer verhoogd ten opzichte van de controlegroep. Wat verder opviel in deze studie was dat de diagnose endometriose en eierstokkanker vaak binnen een jaar van elkaar werd gesteld of soms tegelijkertijd. We zagen vaker bepaalde soorten eierstokkanker bij de vrouwen met endometriose. En wat verder opviel was dat er veel vrouwen waren die de eierstokkanker en endometriose diagnose na de overgang kregen, terwijl endometriose eigenlijk een ziekte is van vruchtbare vrouwen. Toen we vervolgens onze endometriosegroep verder gingen onderzoeken, kwamen we erachter dat dit helemaal niet alleen uit endometriose bestond, maar ook uit een hele grote groep vrouwen met adenomyose. En zoals gezegd zijn dit echt twee verschillende aandoeningen. Dat is ook de reden dat we in het vervolgonderzoeken deze twee groepen gescheiden hebben. We hebben dus opnieuw gekeken naar het eierstokkankerrisico bij de groep vrouwen met endometriose, adenomyose en de controlegroep. In de endometriosegroep had 2% eierstokkanker, in de adenomyosegroep 1,5% en zoals gezegd in de controlegroep 0,4%. Als we vervolgens keken naar de leeftijden ten tijde van de eierstokkankerdiagnose, waren de vrouwen met endometriose weer een stuk jonger ten opzichte van de controlegroep en de adenomyosegroep. Ook hier hebben we de risico's berekend ten opzichte van de controlegroep, waarbij in de endometriosegroep het risico op eierstokkanker 6 tot 20 keer verhoogd was en in de controlegroep 4 tot 6 keer. Vervolgens hebben we gekeken naar de overleving van eierstokkanker bij deze groep. Dat hebben we gedaan door onze PALGA-database te koppelen aan de Nederlandse kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland. In deze database worden alle gegevens opgeslagen van kanker in Nederland. We hebben dit aan elkaar gekoppeld en zo konden we alle vrouwen met eierstokkanker met op weefselniveau aangetoonde endometriose selecteren. En deze hebben we vergeleken met een controlegroep met eierstokkanker zonder op weefselniveau aangetoonde endometriose. Hier ziet u een overlevingscurve waar u op de horizontale as de tijd in jaren ziet, op de verticale as het aantal vrouwen wat procentueel nog in leven is. Met de roze lijn, de bovenste lijn, zijn de vrouwen met eierstokkanker en endometriose aangegeven. En de blauwe lijn, de onderste lijn, zijn de vrouwen met eierstokkanker zonder endometriose. U ziet duidelijk dat deze twee lijnen uit elkaar liggen. Als we kijken naar 5 jaar, is in de endometriose- en eierstokkankergroep nog 63% in leven. In de controlegroep was dat 33%. Er is dus een duidelijk verschil in overleving. Wat we verder zagen in deze studie was dat de vrouwen jonger waren ten tijde van de eierstokkankerdiagnose, ze gunstiger tumorkarakteristieken hadden en vaker geopereerd werden. In deel 2 hebben we vervolgens gekeken naar baarmoederkanker. Baarmoederkanker wordt jaarlijks in Nederland bij 2100 vrouwen vastgesteld. Het is een ziekte met een betere overleving dan eierstokkanker, maar toch sterven er jaarlijks in Nederland 550 vrouwen aan de gevolgen van de ziekte. De ziekte wordt steeds vaker vastgesteld doordat er steeds meer vrouwen zijn met overgewicht, mensen ouder worden en er meer medicatiegebruik is. Als deze trend zich zou doorzetten, zouden we in 2030 twee keer zoveel vrouwen met baarmoederkanker hebben. We hebben in onze groepen gekeken hoeveel vrouwen er baarmoederkanker hebben gekregen. In de endometriosegroep was dat 1,1%, in de adenomyosegroep was dat 1,7% en in de controlegroep was dat 0,6%. De leeftijden van de baarmoederkankerdiagnose waren tussen deze groepen vergelijkbaar. Ook hier hebben we het risico berekend op baarmoederkanker en het was voor zowel de endometriose als de adenomyosegroep 2 tot 3 keer verhoogd ten opzichte van de controlegroep. Ook in deze studie viel op dat de diagnose endometriose of adenomyose vaak binnen een jaar of tegelijkertijd met de baarmoederkankerdiagnose werd gesteld. Wat verder opviel in deze studie was dat de baarmoederkanker vaak pas werd vastgesteld ten tijde van het verwijderen van de baarmoeder
terwijl dit ook op de polykliniek al eerder aangetoond kan worden. En dat was bij een deel van de patiënten niet gebeurd. Ook voor baarmoederkanker hebben we gekeken naar de overleving door de Nederlandse kankerregistratie te koppelen aan onze PALGA-database. Zo hebben we dus een groep met baarmoederkanker vergeleken met op weefsel niveau aangetoonde endometriose of adenomiose met een groep met baarmoederkanker zonder endometriose of adenomiose. Hier ziet u opnieuw een overlevingscurve met op de horizontale as de tijd in jaren, de verticale as het aantal vrouwen nog in leven procentueel gezien, waarbij de bovenste lijn weer de vrouwen zijn met baarmoederkanker en endometriose of adenomiose en de onderste lijn de vrouwen met baarmoederkanker zonder endometriose of adenomiose. Ook deze twee lijnen liggen duidelijk uit elkaar. Als we naar 5 jaar kijken, is in de groep vrouwen met baarmoederkanker en endometriose of adenomiose nog 85% in leven. In de controlegroep was dat 72%. Er lijkt dus wel een verschil te zijn in overleving. Ook hier zagen we dat vrouwen jonger waren ten tijde van de baarmoederkankerdiagnose, ze gunstiger tumorkarakteristieken hadden en vaker geopereerd werden. Als we echter vervolgens gingen corrigeren voor deze gunstige eigenschappen, dan zagen we dat de betere overleving vooral daaraan lag en niet zozeer aan het wel of niet hebben van endometriose of adenomiose. Vervolgens hebben we gekeken naar de rol van het afweersysteem bij endometriose en eierstokkanker. We weten dat bij endometriose chronische ontsteking een belangrijke rol speelt. En we weten ook dat er een belangrijke rol is voor het immuunsysteem bij het ontstaan van eierstokkanker. We hebben daarom literatuurstudie opgezegd om te kijken of er een link is tussen deze twee ziekten en een rol voor het afweersysteem. Wat we zagen in deze studie was dat er eigenlijk heel erg weinig bekend is en dat er weinig studies naar beide ziektes tegelijkertijd keken. Wel zijn er veel studies die de ziektes apart onderzoeken. En als we dat allemaal samen nemen, lijkt er wel een rol te zijn voor het afweersysteem, maar is er vooral nog heel erg veel onbekend. In onze laatste studie hebben we gekeken of je eierstokkanker bij vrouwen met endometriose kan voorkomen. Dat hebben we gedaan door te kijken of het verwijderen van de eierstokken daar zinvol bij is. We hebben 8000 vrouwen geselecteerd met endometriose waarbij beide eierstokken volledig verwijderd waren. Deze hebben we vergeleken met een controlegroep van 42.000 vrouwen met endometriose waarbij niet beide eierstokken volledig verwijderd waren. In de groep vrouwen waarbij de eierstokken verwijderd waren, waren er nog 9 eierstokachtige kankers. Bij 2 van deze 9 kankers was duidelijk omschreven dat het was ontstaan uit endometriose, elders in de buik. In een controlegroep werden er nog 170 eierstokkankers gevonden. Dat is 0,4%. We hebben berekend hoeveel afname er is van het aantal eierstokkankers in de endometriosegroep waarbij beide eierstokken verwijderd waren ten opzichte van de controlegroep. En dat was 72%. Wat we wel zagen in deze studie was dat er 350 vrouwen behandeld zouden moeten worden met het verwijderen van de eierstokken om 1 eierstokkanker te voorkomen. Het verwijderen van de eierstokken heeft veel nadelige gevolgen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Het is daarom niet iets wat we nu actief zouden aanbieden aan alle vrouwen met endometriose. Het is namelijk nodig om een betere risicoselectie te maken, zodat we niet alle vrouwen onnodig hoeven te behandelen. Middels deze presentatie heb ik jullie laten zien dat hoewel endometriose en adenomiose goedaardige ziektes zijn, ze geassocieerd zijn met eierstok- en baarmoederkanker. Vandaar onze titel Endometriosis, Not Just a Benign Disease. Ik dank u voor uw aandacht en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. En de oppositie zal nu worden geopend door professor Bongers. Professor Bongers is verbonden aan de Universiteit van Maastricht en speciaal het instituut GROW, School of Oncology and Reproduction. Haar leeropdracht is endometriose. Professor Bongers was ook de voorzitter van de beoordelingscommissie van het manuscript. Professor Bongers. Geachte promovenda. Eerste kwartiertje zit erop. Ik wil u heel graag complimenteren met het mooie wetenschappelijke werk. Het prachtige boek, het dikke boek ook. En daarbij uw promotiecommissie natuurlijk van harte meenemen. Wat mij opvalt, dat u de gevonden gegevens ook steeds heel zorgvuldig formuleert. En evenwichtig opschrijft. En zeker als het gaat over hoe zou je die kennis die we nu opdoen eigenlijk moeten delen met vrouwen of patiënten?
En zo schrijft u dan op bladzijde 175 dat risicofactoren, dat de absolute risico's dat vrouwen met endometriose of adenomyose lopen om een maligniteit te ontwikkelen, dat dat erg laag is. Nou werk ik ook in het Maxima Medisch Centrum. En dus krijgen wij elke week een uitdraai van alle informatie die op medisch gebied is vanuit beide ziekenhuizen. En dan staat er deze week: vrouwen met endometriose lopen 2 keer grote kans op het krijgen van kanker. Wat vindt u daarvan? Hooggeleerde opponent, dank voor uw complimenten en uw felicitaties. Ja, ik vind daar wel wat van. Ik heb dat natuurlijk besproken met de persvoorlichter van het Catharina. Mijn woorden zijn altijd iets genuanceerder. Ik kan me voorstellen waarom een persvoorlichter dat kiest. Maar ik denk dat dat wel veel onrust kan zijn. En dat was net hetgene wat ik liever niet wilde. Ik denk dat het heel belangrijk is om vrouwen goed voor te lichten en hun goed uitleg te geven over wat de risico's nou daadwerkelijk zijn. En ik denk dat als je kopt met zo'n kop, dat daar heel erg veel nuance mist. En ik denk dat dat wel heel erg kan zorgen voor angst bij vrouwen met endometriose of adenomyose. Ja, want nu krijg je dus dat in ieder geval in onze regio, maar ik denk dat dit landelijk meteen wordt opgepikt, alle gynaecologen ongelooflijk ongeruste vrouwen krijgen. Ja. En nog niet weten wat jij allemaal hebt opgeschreven. Wat doen we daaraan? Ja, dat vind ik heel lastig, want ik denk dat het heel belangrijk is om mensen eens goed voor te lichten. Wat wij hebben gedaan is dat wij ook de Endometriose Stichting hebben benaderd. Ook om hun mening te vragen over hoe we dit aan vrouwen moeten delen, maar ook om hen te vragen ons te helpen dit te delen. En dat hebben we ook gedaan. Zij gaan ook een stuk publiceren waarbij ze wel mijn nuances hebben meegenomen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. Daarnaast denk ik dat het in de spreekkamer belangrijk is om vrouwen uit te leggen dat er zeker een verhoogd risico is, maar dat het absolute risico nog steeds heel klein is. En dat we helaas nog niet zo goed weten welke vrouwen nou echt daadwerkelijk dat risico lopen binnen de groep van endometriose of adenomyose. Als je nou zelf een krantenkop zou moeten kiezen, hoe zou die eruit zien? Ja, dat vind ik lastig, want ze hebben mij die krantenkop niet gestuurd. En ik heb daar eerlijk gezegd niet zo goed over nagedacht. Ik denk dat ik toch wat genuanceerder zou zijn en zou zeggen dat er een mogelijke relatie is tussen endometriose of adenomyose en kanker. Ja, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens, want we weten dat die relatie er is. Maar nou, in ieder geval denk ik dat het minder cijfers zijn zo hard. Hè? Ja, de cijfers, ja, het wordt heel hard gepresenteerd. Ik denk ook wel dat als je het leest, de relativiteit, dat weet een patiënt niet. Nee. Dus dat de kans 2 keer zo hoog, een kleine kans 2 keer zo hoog ook een kleine kans is, dat is natuurlijk wat er niet staat. Ja. En dat is waarom het altijd zoveel onrust geeft. En nu heb je ongelooflijk veel mooie, ook nieuwe ideeën, samen met je promotor waarschijnlijk, ontwikkeld. Hoe zou het vervolg toch uit moeten zien? Wat zou eigenlijk je eerste keus zijn? Wat zou je, nu dit klaar is, een nieuwe promovendus moeten worden aangesteld? Wat zou je zeggen, die moet dat eigenlijk gaan uitzoeken nu? Want daar hebben we het meest behoefte aan. Nou ja, er is een nieuwe promovendus gestart. Zij gaat zich focussen op het afweersysteem. Dus zij gaat kijken welke factoren we kunnen ontdekken bij vrouwen met endometriose en later eierstokkanker. Die ons wellicht aanwijzingen kunnen geven waarom zij dat krijgen en vooral ook welke groep vrouwen het gaan krijgen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat we dat inderdaad aan de ene kant moeten doen door echt op celniveau te gaan onderzoeken. Maar ik heb natuurlijk heel veel epidemiologisch onderzoek gedaan. Daar ligt ook wel mijn hart, moet ik zeggen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om te gaan kijken welke vrouwen hebben epidemiologisch gezien nou risicofactor. Wat we daar nog verduidelijkt in zouden kunnen krijgen. Er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar eierstokkanker en risicofactoren. Mogelijk dat daar veel factoren ook overeenkomen binnen deze populatie. Maar dat moeten we natuurlijk nog wel goed onderzoeken. Ik dank u voor voor je antwoord. Dank je. Ik ben heel tevreden. Dank je wel. Dank u wel.
De oppositie zal worden voortgezet door professor Broeders. Professor Broeders is hoogleraar Personalized Cancer Screening aan het Radboud UMC te Nijmegen. Dank u wel. Dank u wel, meneer de rector. Graag te komen vinden. Ook ik wil u graag complimenteren met het werk wat u heeft verricht. En natuurlijk ook graag uw promotieteam daarbij betrekken. Ik denk dat het een heel gedegen stuk werk is. En terecht aandacht vraagt voor de consequenties waar vrouwen met endometriose of adenomiose voor komen te staan. Natuurlijk roept uw werk ook een aantal vragen op. Dus daar wil ik graag even verder met u nu kijken. En eigenlijk sluit ik ook een beetje aan op de eerste vragen. In hoofdstuk 9, en u geeft dat in uw lekenpraatje ook al aan, geeft u aan van ja, we gaan niet iedere patiënt die behandeling of die vorm van preventie bieden. We willen graag weten wie er nou precies een hoger risico hebben op ovariumkanker. Hoe ziet u dat deel van het onderzoek voor zich? U gaf net al een beetje een aanzet, maar ik ben wel benieuwd. Waar denkt u aan? Wat voor soort onderzoek hebben we dan nodig? Ja. Hooggeleerde opponent, dank u voor uw felicitaties en uw complimenten. In de ideale wereld hebben we dan denk ik prospectief cohortonderzoeken nodig. Waarbij we alle vrouwen met endometriose in de regio bijvoorbeeld zouden kunnen verzamelen. En daar factoren van zouden moeten verzamelen prospectief. Ik denk dat heel erg veel kansen kan bieden. U zegt ideale wereld, omdat? Ja dat kost natuurlijk veel geld om dat prospectief te gaan verzamelen. En we zijn dus nu begonnen met een promovendus die echt cel op immunologisch gaat kijken. Daarvoor zijn we bezig met de grote ZonneW-aanvraag. Voor dat tweede stuk, ja, dat moet dan natuurlijk ook nog. Maar zover zijn we nog niet, helaas. En wat levert zo'n onderzoek dan op, denkt u? Want u gaat dan een heleboel informatie verzamelen over risicofactoren, neem ik aan. Wat is dan wat is het tool? Wat bent u naar op zoek? Ja, het liefst wil je natuurlijk een model kunnen ontwikkelen waarmee je het risico zou kunnen berekenen. Er zijn onderzoeken die laten zien dat het verwijderen van beide eierstokken kosteneffectief is als het risico op eierstokkanker meer dan 4% is en vrouwen hormoontherapie goed gebruiken. Ik denk dat dat iets is waar we naartoe zouden moeten werken, om dat beter in kaart te krijgen. Is Nederland groot genoeg om zo'n onderzoek te doen? Nee, ik denk niet dat Nederland daarvoor groot genoeg is. Ik denk dat je dan echt in een consortium zou moeten werken. Ja. Dus uw volgende opdracht wordt een horizonaanvraag, denk ik dan. Ja. Dat zou mooi zijn. Ik wil nog even ietsje verder in die risicostratificatie. Want u geeft eerder in uw proefschrift aan dat screening, algemene populatiescreening op ovariumkanker, niet succesvol is geweest. En wat bedoelt u met niet succesvol? Want het is één zinnetje en triggert mij natuurlijk wel een beetje van waarin was het niet succesvol en welke uitkomstmaat is daarin bekeken? Dat is een grote studie geweest uit, ik geloof 2020, uit Engeland. Zij hebben echt gekeken naar het effect van screening op de mortaliteit van ovariumcarcinoom. Ze hebben wel gezien dat het eerder opgespoord kan worden, maar het heeft dus helemaal geen statistische significante effecten gehad op de mortaliteit en ook niet op de kwaliteit van leven. Dat is daarin natuurlijk ook een hele belangrijke factor. Ja, dat was inderdaad mijn vraag. Van, is er alleen naar mortaliteit gekeken of is het ook niet, levert het ook niks op in kwaliteit van leven? Dan kun je er inderdaad niet zo heel veel mee. Zijn er daar nog mogelijkheden om wel breder aan te bieden, maar een groep vrouwen te selecteren? Dus meer risk-based te gaan werken? Nou ja, het lastige is dat, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over screenen middels echografie en middels CR125. En daar zijn echt al veel onderzoeken naar gedaan en dat is op dit moment gewoon nog steeds niet goed mogelijk. En nieuwe ontwikkelingen, u noemt MRI? Ja, markers? Ja, markers zou natuurlijk de ideale wereld zijn. Dat is ook de reden waarom mijn opvolger daar natuurlijk onderzoek naar gaat doen. Om te kijken, kunnen we bij vrouwen met endometriose die later endometriose en ovariumcarcinoom hebben, kunnen we daar iets in zien waarom zij wel ovariumcarcinoom krijgen en andere groep vrouwen niet? Het lastige is dat daar nog eigenlijk nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Dat zien we ook in ons review. Dus wat zij aan het doen is dat ze echt met nanostring heel breed aan het schieten is. Om vervolgens dieper op de materie in te gaan. Om te kijken of we inderdaad markers zouden kunnen vinden. Ja. Goed, ik ben bang dat het nog wel wat onderzoek vraagt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat is toch ook mooi. En de ideale wereld ligt dan misschien toch nog wel dichterbij. Ik denk dat ik door mijn tijd heen ben. Dus ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel. De oppositie zal voortgezet worden door professor Zwemer. Professor Zwemer is hoogleraar gynaecologische oncologie aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.
Dank u wel, meneer rector. Ja, geachte promovenda, het was mijn plezier om deel uit te maken van de manuscriptcommissie en al uw werk te mogen lezen, omdat het zo helder en ook heel genuanceerd, dat is al eerder gezegd, is opgeschreven. En ik wil u complimenteren met dat werk, wat echt bijdraagt aan de kennis in de wetenschappelijke wereld. En ik wil bij die complimenten ook graag uw promotiecommissie betrekken. Natuurlijk zitten we hier ook bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud. En ik wil eigenlijk met iets eenvoudigs beginnen, want en daarna met u doorgaan over de hoofdstukken 2, 3 en 4. Maar het eenvoudige heb ik eigenlijk gevonden op pagina 10. Hoeft u niet op te zoeken hoor, want ik lees het u voor. Daar zegt u, het lifetime ovarian cancer risk is 1,3%. Nou, dat vinden we op heel veel plaatsen in de literatuur terug. En u refereert heel terecht naar analyse van de National Cancer Institute. Maar verderop, een heel stuk verderop, op pagina 137 zegt u, approximately 1% of the endometriosis patients ontwikkelen endometriosis associated ovarian cancer. Dus ik vroeg me af, mogen we die twee niet gewoon bij elkaar optellen? 1,0, 1,3. En dan komen we aardig eigenlijk in de buurt van het relatieve risico wat u heeft gevonden. Wat vindt u van die optelsom? Hooggeleerde opponent, dank voor uw felicitaties. Er zijn inderdaad al verschillende onderzoeken die ook gekeken naar hebben endometriose en ovariumcarcinoom. Wij hebben natuurlijk een hele specifieke groep geselecteerd met echt op weefselniveau aangetoonde endometriose. Dus ik denk dat dat risico wat hoger is dan voor de algehele populatie. Er is recentelijk ook een mooie meta-analyse door dokter Kvaskov gedaan. En die laat inderdaad ook zien dat het risico zo'n 2 keer verhoogd zou zijn. En dan kom je dus inderdaad uit op een lifetime risk van ongeveer 2,6%. Dus ik denk dat dat... Ja, ik vond het heel geruststellend. Want ik denk, je doet een heel groot cohortonderzoek. Je komt op dit getal uit en je kijkt in de literatuur of dat in dezelfde orde van grootte is als wat mensen op een andere manier ook hebben gevonden. En ik denk dat dat zo is. Dus dat is denk ik heel mooi. Dan even naar die drie hoofdstukken samen. En dan wil ik eigenlijk los van het relatieve risico, want dat is niet zo sterk verhoogd. Nou ja, tenminste, daar kun je met patiënten, dus zoals we het al eerder over hadden, heel lang over discussiëren wat dat betekent. Maar wat me erin opviel, is dat het vooral een heel erge shift geeft in de histologische subtype. In de conclusies van deze drie artikelen bent u heel bescheiden. Want u doet eigenlijk geen uitspraken over enige verklaring van uw bevindingen. Want daar heeft u tenslotte ook geen onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat in de setting van vandaag we daar wel even met elkaar over kunnen filosoferen. En je zou je dus kunnen voorstellen dat je zegt, ja, die hooggradig sereuze ovariumcarcinomen, dat weten we eigenlijk, dat zijn tubacarcinomen. Dus dat is eigenlijk een tubacarcinoom in het ovarium. Zou je kunnen zeggen dat de aan endometriose gerelateerde ovariumcarcinomen eigenlijk endometriumcarcinoom zijn in het ovarium? Is dat een hypothese die u interessant vindt, naast de immunologische? Ja, dat is zeker een hypothese die ik interessant vind. Dat is ook een van de stellingen die ik heb aangenomen. Ik denk dat het epitheliale ovariumcarcinoom niet bestaat. Ik denk dat het allemaal een soort seeding is vanuit elders. Inderdaad, het fimbriële uiteinde bij de hooggradig sereuze. Ik leer ze aan endometriose lijkt dan inderdaad toch vanuit endometriose dan de adenomiose te komen. Dat zijn natuurlijk... Ja, we weten dat het niet echt endometrium is, hè, dat het echt wel ander weefsel is. Maar dat is natuurlijk wel de gedachte die heerst. Ik heb daarover ook bijvoorbeeld met professor Koelman van gedachten gewisseld. En die gaf dat ook aan dat zeker wel het idee is wat heerst en die hypothese is. En ik denk dat onze onderzoeken dat ook wel meer laten zien. Maar je durft het nog niet in de conclusie op te schrijven. Maar ik ben blij dat u dat nu hier wel durft te zeggen. Hoe zou u verder onderzoek daarna willen doen? Want u zegt onze volgende promovendus gaat in de richting van de immunologische kant. Ja. Ik zou nog wel een andere kant zien hoe je dit verder zou kunnen uitwerken. U ook? Ja, er zijn natuurlijk ook al best wel wat studies die gekeken hebben naar genetisch onderzoek. Bijvoorbeeld ARID1 is daar een hele belangrijke natuurlijk in. En die laten wel ook een verband zien. Ik weet ook dat er nu verschillende universiteiten zijn die... Ik moet me even verschuldigd blijven, maar dat we echt op weefselniveau dat we het na kunnen maken. Wellicht dat daar ook nog een mooie kans bestaat om dan daar de ontwikkeling echt te kunnen zien en kunnen volgen. En nog iets eenvoudiger, want je zou zeggen bij het hooggradig sereuze is BRCA1 belangrijk, ook in deze groep. Is er bekend over de mismatch repair genen die geassocieerd zijn met Lynch en de endometrium geassocieerde ovariumcarcinoma? Heeft u daar kennis over? Ja, dat is natuurlijk bekend. We hebben destijds ook literatuuronderzoek gedaan om te kijken of er iets bekend is over Lynch en endometriose en ovariumcarcinoom. Nou,
die link had ik nog niet zozeer gezien. Ik geloof wel dat endometriose volgens mij ook meer voorkomt bij Lynch, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar daar hebben we wel destijds naar gekeken en het over gehad om daar verder naar te kijken, maar dat is er helaas niet van gekomen. Ja. En de associatie met coloncarcinoom in uw cohort, heeft u daar nog naar gekeken? Ja, dat is iets waar ik nog mee bezig ben. Een deel van de data is al klaar, maar ik heb het nog niet kunnen analyseren. Want we hebben inderdaad ook gekeken naar mammacarcinoom, blaascarcinoom en coloncarcinoom. Coloncarcinoom is helaas nog niet af, maar in de literatuur is het dat heel erg wisselend. Lijkt het er niet uit te komen. Ik kan me dat ook wel voorstellen, omdat coloncarcinoom natuurlijk veel vaker voorkomt. Ja. Dus om daar echt een significant verschil aan te kunnen tonen, heb je daar natuurlijk echt hele grote groepen voor nodig. En wij zijn nog niet zover, helaas. Oké, dank u wel. Ik ben heel tevreden met uw antwoorden. Ik geef graag het woord terug aan de rector. Dank u wel. De oppositie zal voortgezet worden door dokter Schouten. Dokter Schouten is ook, net als de vorige opponente, lid van de beoordelingscommissie. En hij is universitair hoofddocent epidemiologie aan de Universiteit van Maastricht en specifiek GROW, School of Oncology and Reproduction. Dokter Schouten. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Mevrouw de promovenda, ik wil u van harte complimenteren met dit hele fraaie en uitgebreide proefschrift en ook de promotieteam. Ik vind het echt bewonderenswaardig. Een groot aantal artikelen, 8, en die inmiddels ook allemaal al gepubliceerd zijn in best goede tijdschriften. U heeft ook, en dat vind ik heel plezierig omdat daar mijn geschiedenis ook wel zit, gebruik gemaakt van een aantal hele unieke gegevensbestanden. Met name PALGA, maar ook de kankerregistratie. En dat zijn echt unieke bronnen voor Nederland, wereldwijd, met een schat aan informatie. Het is een unieke studie, maar als epidemioloog kijk ik ook graag naar biases en confounding. En dan maak ik me toch wel een beetje zorgen over een aantal dingen, want er zitten mogelijk toch wel een aantal biases bij, waarbij sommigen misschien het tot gevolg hebben dat het risico op kanker wat overschat is, en anderen misschien juist weer onderschat is. En dat maakt het misschien wel een beetje moeilijk om in te schatten wat nou echt aan de hand is. En een van de dingen is, u meldde het ook in uw presentatie, dat een groot deel van de tumoren vaak binnen een jaar van de diagnose endometrium, of tenminste het ovariumcarcinoom en endometriose binnen een jaar van elkaar zijn gediagnosticeerd. En dat noemt u de synchrone tumoren. Terwijl bij de metachrone tumoren, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar het ovariumcarcinoom in hoofdstuk 3, het risico niet zo sterk verhoogd meer is. Kunt u daar misschien toch nog wat commentaar op geven, wat daar misschien speelt? Zeer geleerde opponent, dank u voor uw felicitaties en uw complimenten. Ja, dan hebben we het hier over de detectiebias. Dat is natuurlijk een heel issue wat elke keer bij ons terugkwam. Wij hebben wel gemeend daar het voor moeten corrigeren en daarom ook wel 2 analyses gedaan. Inderdaad zien wij in onze studie, als je dan naar het ovariumcarcinoom overal kijkt, dat wij geen verhoogd relatief risico vinden. Als we vervolgens wel kijken naar de verschillende subtypes, zien we wel een verhoogd risico voor endometrioïde en clearcel ovariumcarcinoom. Mm-hmm. Dus daarin zien we het wel terug. Ja, dat klopt, dat had ik inderdaad ook geobserveerd. En nu komt eigenlijk al een beetje op mijn volgende vraag. Want inderdaad, overal zie je dan bij de metachrone geen effect, maar bepaalde 2 subtypes vind je het wel, maar er zijn ook een paar subtypes waar het risico in feite verlaagd is. Eentje daarvan ook statistisch significant. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, we weten natuurlijk dat endometriose geassocieerd is met deze 2 subtypes. Mm-hmm. Dus dat we dit zouden vinden was natuurlijk niet heel onverwachts. Ik denk dat we daarbij vrouwen ook wel dat uit kunnen leggen. Hè? Dat het bepaalde subtypes zijn die vaker terugkomen en ook een andere overleving hebben. We zien inderdaad minder serieuze ovariumcarcinomen. Mm-hmm. Het zou natuurlijk kunnen dat vrouwen met endometriose toch wat sneller geopereerd worden. We zien namelijk ook dat ze veel jonger zijn in onze groep. En het ovariumcarcinoom is natuurlijk toch een ziekte van een oudere leeftijd. Dus wellicht dat we op die manier ook een aantal carcinomen voorkomen en dat daarom dat relatief risico verlaagd is. Maar dat is natuurlijk een hypothese die wij niet hebben onderzocht. Ja. Goed, u noemde net in het vorige antwoord ook al een beetje de detectiebias. Had u daarom eigenlijk niet meer de nadruk moeten leggen op de resultaten uit de metachrone dan uit de synchrone resultaten? Ja, dat is iets waar we het veel over gediscussieerd hebben natuurlijk. Mm-hmm.
We vinden echter wel zo'n hoge aantallen ovariumcarcinoom dat we dat wel wilden noemen. Maar zeker ook wel daarbij die metachrone groep wilden bespreken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om toch ook die grotere groep mee te nemen, om toch wel mensen alert te maken op dit risico. Ik denk dat er voor beide wat valt te zeggen. Maar is het echt een risico? Want in hoeverre bestaat niet het risico doordat die vrouwen geopereerd zijn, dus bij een gynaecoloog bekend zijn? U heeft ze geopereerd. U heeft waarschijnlijk, zeker met ovariumcarcinoom, uitgebreid de buikholte in geïnspecteerd op andere lesies. Dat u daardoor de endometriose heeft gevonden. En ja, een endometriose die misschien anders nooit ontdekt was. Die vrouw had misschien wel klachten, wat meer pijnklachten dan normaal. Maar ja, dat het eigenlijk gewoon door het feit vanwege de operatie het ontdekt is. Ja, dat is zeker een van de hypotheses die wij ook aanhalen. Ik denk anderzijds dat er heel lang, als een vrouw werd geopereerd voor een ovariumcarcinoom, ook niet goed is gekeken naar andere aandoeningen. Ik heb met verschillende pathologen gesproken hierover en die gaven ook aan dat als een vrouw geopereerd wordt voor een ovariumcarcinoom en ze vinden dat ovariumcarcinoom dat ze vroeger lang niet altijd dan ook de endometriose of adenomiose rapporteerden. Dus ik denk zeker dat we aan de ene kant een overschatting hebben, maar ik denk dat we aan de andere kant ook een hele grote onderschatting hebben. Het lastige is dat we dat natuurlijk niet goed kunnen uitmiddelen omdat we die data niet hebben. Maar ik denk dat als je dat samen op een weegschaal legt, dat je zeker wel een relatie met ovariumcarcinoom ziet voor vrouwen met endometriose. Okay. Ik dank u voor uw antwoord en geef het woord weer graag terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal voortgezet worden door professor van Engeland. Professor van Engeland is hoogleraar pathobiologie van kanker, verbonden aan het Crowe Instituut van deze universiteit. Professor van Engeland. Geachte kandidaat, allereerst wil ik u en uw supervisors uiteraard feliciteren met het prachtige proefschrift. Ik heb het enorm gewaardeerd, vooral ook de nuance die u aanbrengt in tijden van persberichten zoals net al genoemd. En competitie in de wetenschap is het heel erg prettig om een proefschrift te lezen waarin nuance zit. Waarvoor dank. Ik zou willen vragen allereerst aan een van uw paranimfen om stelling 8 voor te lezen. Alle vormen van epitheliale tumoren van het ovarium lijken hun oorsprong te hebben buiten het ovarium. Dank u wel. Ik werd getriggerd door het woord lijken. Het is net al kort aan bod gekomen. Al jarenlang, al zeker 15 jaar lang, woedt die discussie. Hè. Waar komen die ovariumtumoren vandaan? Wat is hun oorsprong? En die discussie was al 15 jaar geleden toen ik samenwerkte met een patholoog, Nathalie Sieben, die aan ovariumkanker werkte. En de discussie met Koerman en de SHE-groep. In die tijd konden we nog niet zo heel veel. Hè. Er was histologie en de patholoog moest dan een diagnose stellen. Met de huidige moleculaire technieken kunnen we veel meer. Er is een techniek, lineage tracing heet dat. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Dat is iets voor hardcore moleculair biologen, dus dat neem ik ook niet kwalijk. Maar het idee van die techniek is om via methyleringsprofielen, DNA-methyleringsprofielen, de oorsprong van een bepaald weefsel terug te kunnen vinden. Die techniek die is er al een paar jaar. En ik ging in de PubMed kijken. En ik zag tot mijn grote verbazing dat die techniek nog niet werd ingezet om achter de oorsprong van het ovariumcarcinoom te komen. Dat verbaasde me. Maar ik dacht er ook gelijk, zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor het statement wat u in de discussie op pagina 173 maakt. Namelijk dat als endometrioseweefsel in het ovarium komt, dat het dan een ovariumkanker wordt genoemd. En als het in de uterus komt, dat het dan een endometriumkanker wordt genoemd. Hooggeleerde opponent, dank u voor uw felicitaties en uw complimenten. Ik denk dat dat een zeer interessante techniek is die we denk ik zeker moeten gaan gebruiken in dit vakgebied. Er zijn wel al studies die hebben gekeken naar natuurlijk bijvoorbeeld het serous ovariumcarcinoom met stiklesies. Mij inderdaad niet bekend dat daar deze technieken voor zijn gebruikt. Maar ik weet wel dat ze daar echt op moleculair niveau hebben gekeken naar de verbanden tussen stiklesies en het serous hooggradig ovariumcarcinoom. Ik denk dat dit een zeer interessante techniek is.
Ook om inderdaad wat u zegt vanwege de adenomyose en het endometriumcarcinoom, wat natuurlijk ook weer op een andere plek zit. Ja. Nou, misschien is er mee te nemen als er eventueel prospectieve studies gaan plaatsvinden, dat er ook goed weefsel wordt verzameld. Verder zou ik de andere paranymf willen vragen om stelling 9 voor te lezen, alstublieft. Voorkomen is beter dan genezen. Ja. Is er iemand in de zaal die het hier niet mee eens is? Nee, kijk. Bent u het er mee eens? Ja. Beschrijft in uw discussie dat ook voor het voorkomen van de gerelateerde carcinomen, dat preventie de voorkeur heeft boven screening. Er is net al iets over gezegd. En dan noemt hij lifestyle, maar een van de allermoeilijkste dingen om te veranderen is lifestyle. Wat ziet u daar als de succeskansen? En zou het misschien toch niet een combinatie moeten zijn van preventie en screening? Ja, ik denk dat ook in de preventieve kant er ook meerdere factoren zijn die we mee zouden moeten nemen. Lifestyle is heel erg lastig. Dat is natuurlijk een heel actueel probleem waar veel over te doen is. Waar veel projecten voor op worden gezet om daar toch mensen in te helpen. En ik denk wel dat dat iets is wat we zeker niet moeten vergeten. Ik denk dat die kansen daarop zeker niet nul zijn. En het is natuurlijk heel erg niet invasief. Daarbij denk ik ook dat er bijvoorbeeld een rol is voor medicamenteuze behandeling. Daar zijn we nu nog niet, maar we weten bijvoorbeeld dat de anticonceptiepil ook het risico op ovariumcarcinoom vermindert. Nou zeg ik niet dat we iedereen aan de anticonceptiepil moeten slingeren. Maar ik denk wel dat je dat in de spreekkamer mee moet nemen als je het hebt over een behandeling bij vrouwen met endometriose en adenomyose. Ik denk idealiter dat we zeker preventie en screening moeten combineren. Het lastige is alleen dat we gewoon nog niet goed kunnen screenen op het ovariumcarcinoom. Het endometriumcarcinoom hebben we natuurlijk wel betere methodes daarvoor. Maar ook dat is op heden nog niet kosteneffectief gebleken. Oké, nou hopelijk komt er snel duidelijkheid over de risicofactoren. Hè? Want dan zou u met de risicogroepen wel aan de slag kunnen. Volgens mij heb ik nog tijd voor één vraag. Ik ben een bioloog en uw bevindingen integreren me op in die mate dat endometriose en adenomyose, dat zijn benigne ziekten, hè, zoals u aangeeft. Toch is het geassocieerd met kanker. Nou, hè, dat kan natuurlijk nog iets van bias zitten, maar het zijn wel patiënten die dan vervolgens een betere prognose hebben. Wat zou de onderliggende biologie daar kunnen zijn? Nou, we weten dat de subtypes die voorkomen bij endometriose en adenomyose, met name dan het endometrioïde subtype zelf, al een betere prognose heeft. In onze studies zien we dus ook dat ze jonger zijn, vaker laaggradige tumoren hebben en dus ook vaker geopereerd worden. In de ovariumcarcinoomstudie, als we daarvoor corrigeren, blijkt er dus toch nog steeds een betere overleving te zijn. Nou hebben wij in onze studie alleen naar stadium 1, 2, 3 en 4 gekeken en hebben we niet naar de verschillende substadia gekeken. We denken namelijk wel dat vrouwen met endometriose en adenomyose veel alerter zijn van hun lijf. Het is natuurlijk een ziekte met veel vervelende klachten, wat veel klachten kan geven. En vrouwen leren toch wel meer die klachten te herkennen. Dus wellicht dat ze toch wat eerder aan de bijl trekken. Daarnaast weten we dat chronische ontsteking ook een hele belangrijke rol speelt bij endometriose en adenomyose. En wellicht dat immuunsysteem, wat dan misschien toch een verhoogd risico geeft op eierstokkanker, misschien wel wat mildere variant daarvan creëert. Maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. Ja, maar dat verklaart in mijn inziens niet helemaal het type. Hè? De prognostisch gunstigere kenmerken. Ja, ik geloof u onmiddellijk dat die patiënten alerter zijn, maar dat verklaart denk ik niet het subtype van de tumor, toch? Nee, zeker niet. Nee, en het subtype wat we dus vinden is dus een subtype van we aan zich al weten dat het een betere prognose heeft. En we weten dat dat vaker geassocieerd is met endometriose. Dat zie je ook terug in de mutaties die je in die verschillende tumoren ziet. In het serous ovariumcarcinoom vind je hele andere mutaties dan in het endometrioïd ovariumcarcinoom. We denken dus toch dat dat dan meer lijkt op dat endometrium, waardoor je meer endometrioïd carcinomen krijgt. Ja. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. De oppositie zal voortgezet worden door dokter Nick Visser. Dokter Visser is verbonden als patholoog aan Stichting Eurofins PAM. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovenda, allereerst wil ook ik u en uw promotieteam van harte complimenteren met dit zeer fraaie proefschrift. Ik heb het ook met veel plezier gelezen. En uw proefschrift laat ook goed zien hoeveel waardevolle data eruit beschikbaar is in de landelijke PALGA-database. Wat toch wel redelijk uniek is in de wereld. Dus dat vind ik een mooi visitekaartje eigenlijk wel voor de PALGA-database. Als ik het proefschrift lees, dan beschrijft u in hoofdstuk 6 een verhoogd risico op endometriumcarcinoom bij patiënten met endometriose en adenomiose. Dan denk ik gelijk, wat moet ik als patholoog mee? En dan denk ik aan een patiënt die komt met een uterusextirpatie van met hevig bloedverlies. Dan zie ik de adenomiosis of endometriose ergens. Moet ik nou het hele endometrium daarin gaan sluiten op zoek naar het endometriumcarcinoom? Zeer gedeelde opponent, dank u voor uw complimenten. Ik denk dat daar eerst een hele belangrijke rol voor ons is in de kliniek. Vrouwen boven de 45 met hevig menstrueel bloedverliezen moeten eigenlijk ook gewoon een PIPEL krijgen. Daar ligt natuurlijk al een stukje diagnostiek. Ik denk dat als er niet direct andere klachten zijn, dan ja. Het is lastig, want klachten van hevig menstrueel bloedverlies kunnen natuurlijk ook bij een endometriumcarcinoom voorkomen. Dus ik denk wel dat het goed is om in ieder geval daar wat meer op te screenen. Ik denk dat dat wel belangrijk is, ja. Okay. Vooral omdat het endometriumcarcinoom veel voorkomt. Ja, zijn er nog bepaalde groepen patiënten waar ik dan alert op zou moeten zijn? Ja, ik denk dat het dan met name toch wel om die adenomiose patiënten gaat. Helaas weten we dus nog steeds niet welke groepen dat dan specifiek zijn. Dus dat is heel lastig om te zeggen, omdat we die risicogroepen nog niet helder hebben. Oké, okay, ja, dus dat is nog iets wat verder uitgezocht gaat worden. Dan beschrijft u in hoofdstuk 4 een associatie tussen endosalpingiose en het ovariumcarcinoom. En in de conclusie van dat artikel stelt u dat het belangrijk is dat pathologen endosalpingiose accuraat rapporteren. En dan schrijft u er ook een stukje over in de discussie van uw proefschrift, wat nou uiteindelijk de klinische impact voor de patholoog is. En daar beschrijft u op pagina 178 dat het belangrijk is om endometriose en adenomiose te rapporteren. Nou vraag ik me af, is endosalpingiose dan niet belangrijk om te rapporteren? Zeker wel. Ik denk dat het een heel erg onderbelichte aandoening is. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik voor mijn proefschrift daar nog nooit van gehoord had. En met mij vele collega's. En ik denk dat het wel belangrijk is om het te rapporteren. Ik denk sowieso dat alles wat niet normaal is, dat daar wel over nagedacht moet worden of dat niet genoemd moest worden. En dat is natuurlijk iets wat vroeger veel minder gebeurde, omdat het natuurlijk gedacht werd dat daar hoeven we niks mee. En nu lijkt mogelijk dat we daar wel iets mee moeten, maar we weten het eigenlijk gewoon niet, omdat we niet weten hoe vaak het echt voorkomt, of het inderdaad een verhoogd risico geeft op ovariumcarcinoom. En voordat we daar een goede uitspraak over kunnen doen, moeten we dat eerst vaststellen. Ja. Ik denk ook dat het daarvoor belangrijk is dat pathologen ook de aanwezigheid van wat u aangeeft en aanbeveelt, dus endometriose, adenomiose en endosalpingiose rapporteren. Ja. Hoe wilt u dat gaan implementeren in de praktijk om alle pathologen in Nederland te bereiken, dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen? Ja, ik denk om dat te kunnen doen dat je inderdaad bijvoorbeeld een vakblad moet benaderen van pathologen. Nou ben ik toevallig van de week benaderd, ook door een vakblad van pathologen, om daar een stuk te schrijven. Dus dat is denk ik wel een heel mooie kans. Ik durf niet te zeggen welk blad het is geweest. Maar die hebben daar, ja, ik denk dat dat wel goed is om het onder de aandacht te brengen. Ja, ja. Ja, je hebt tegenwoordig ook de protocolaire verslaglegging. Misschien dat daar nog iets, ik kan dat je een verplicht item of zo bij bepaalde dingen toevoegen. Maar misschien dat dat ook nog weer afhankelijk is van welke groepen patiënten natuurlijk. Ja, ik denk dat dat wel een goede is. Ik denk dat je daarbij natuurlijk wel moet opletten dat het weer niet een te grote administratielast wordt, want dan wordt het weer een aversie. Ik denk dat we daarin heel erg goed moeten zoeken wat daarin het beste helpt aan het wel werkbaar te maken. Ja. Oké. Okay. Nou, dank u wel voor uw antwoord. Ik ben tevreden. Dus ik geef het woord terug aan u, meneer de prorector. Dank u wel. De oppositie wordt nu voortgezet door dokter Huppelschoten. Dokter Huppelschoten is gynaecoloog verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ja. Geachte promovendus, beste Marjolein. Ik sluit me aan bij mijn voorgangers om u van harte te feliciteren met het behaalde proefschrift. Het is een prachtig boekje geworden, zowel qua inhoud als qua vorm.
En in mijn felicitaties wil ik uiteraard ook uw promotieteam en familie betrekken, die meer dan trots op u zullen zijn. Ik wil in mijn vragen eigenlijk even doorgaan met wat u met professor Bongers al besproken heeft. Zij gaf aan in het Maxima patiënten te spreken en de metriose-patiënten. Die hebben gelezen over uw promotie en over de artikelen. En dat is in het Catharina ziekenhuis uiteraard niet anders. Afgelopen weken op mijn endometriose-poli heb ik verschillende patiënten gesproken die erover gelezen hebben en gezien, nou, het onderzoek is zelfs in uw ziekenhuis, heeft het grotendeels plaatsgevonden. Help, ik heb endometriose, wat moet ik hiermee? U gaf net al heel duidelijk aan welke nuance er is, hè, ten opzichte van wat er in de media soms verschijnt en wat uw eigen mening daarover is. Maar als we daar nog een heel klein beetje verder over brainstormen. In uw proefschrift worden er verschillende soorten kans op ovariumcarcinomen, verschillende varianten van ovariumcarcinomen beschreven. Maar de ene endometriose is ook de andere niet natuurlijk. Endometriose kan in het ovarium voorkomen als een endometrioom. Je hebt peritoneale endometriose, diepe endometriose. Kunt u nog iets meer aangeven hoe ik mijn patiënten daar misschien al iets meer over kan vertellen, over wat voor risico's ze mogelijk wel of niet lopen daarop? Zeer geleden openend, dank u voor uw complimenten. We weten uit de literatuur dat vooral het endometrioom meer geassocieerd is met ovariumcarcinoom. Er zijn ook studies gedaan naar diepe endometriose en daar lijkt het er niet zozeer uit te komen. Dus het lijkt inderdaad echt dat endometrioom, wat natuurlijk al bij het ovarium zit, te zijn. Daarbij weten we natuurlijk in het algemeen dat meer ovulaties ook meer risico geeft op ovariumcarcinoom. Dus bijvoorbeeld pariteit zou wel een hele belangrijke factor zijn die we mogelijk kunnen meenemen. Ik denk dat als je het hebt over verschillende subtypes endometriose, dat we het dan vooral daarover moeten hebben. Ik denk dat het vooral belangrijk is om uit te leggen aan mensen dat er wel een risico lijkt te zijn, maar dat het niet zo duidelijk zo sterk verhoogd is als in de media nu wordt weergegeven. Nee. En daarmee denk ik niet dat je het helemaal teniet moet doen, maar wel mensen, wat ik al zei, iets genuanceerder wat uitleg kan geven. Ja. En nu we steeds meer weten over endometriose, het is ook vaak wel wat eerder diagnosticeren dan hopen we, dan wellicht jaren geleden, omdat er meer aandacht voor is, ook onder andere door de proefschrift, maar ook andere wetenschap. En we mogelijk daarmee endometriose ook wat beter zouden kunnen onderdrukken, met de verschillende hormonale behandelingen die we hebben. Zou dat nog uitmaken uiteindelijk voor de uitkomsten in uw proefschrift? Zeker, ik denk wel dat effecten gaat hebben, omdat we dus ook weten dat de pil het risico op ovariumcarcinoom reduceert. En ook op endometriumcarcinoom kan dat natuurlijk effecten hebben. Wat ik al zei, ik denk niet dat we nu iedereen daarom maar aan de anticonceptiepil moeten slingeren. We hebben natuurlijk ook weer risico op mammacarcinoom. Maar ik denk wel dat effecten zal gaan hebben op onze onderzoeken. Dus dat is zeker iets wat we in de toekomst zullen opvolgen en zullen meenemen ook. En ik denk dat we dat dan zullen tegenkomen. Ja, en wellicht ook aan de patiënten ook nog kunnen vertellen in de spreekkamer, dat mogelijk ook nog een rol kan spelen en soms een extra belang kan zijn nog om de endometriose goed te onderdrukken. Zeker. Ja. Ik wou nog heel even meenemen naar hoofdstuk 9, over het laatste hoofdstuk wat u beschreef, ook in het lekenpraatje over het verwijderen van de eierstokken en welk reducerend risico dat dan heeft. En daar wordt een number needed to treat van 351 genoemd. Hè? Dus bij 351 vrouwen het ovarium of bij de ovaria verwijderen om één ovariumcarcinoom te verwijderen of te voorkomen. Wat vindt u van dat aantal? Is dat hoog? Is dat laag? Wat kunnen we daar in de praktijk nou mee? Ja, dat is natuurlijk een heel hoog aantal, zeker voor de vele nadelige gevolgen die er zijn van het verwijderen van beide eierstokken. Ik geloof dat er een studie is die heeft gekeken naar het verwijderen van de eierstokken en hoeveel vrouwen daardoor dan vroegtijdig door overleven. Ik geloof dat het aantal iets van iedere 40 vrouwen die je ovuleert, dat er eentje vroegtijdig overlijdt aan het feit dat haar eierstokken verwijderd zijn. Als je dan kijkt dat er 350 mensen geopereerd zouden moeten worden om één vorm van eierstokkanker te voorkomen, staat dat natuurlijk niet goed in verband. Dus ik denk daarin dat je heel goed mee moet nemen of er andere risicofactoren zijn. Komt de familiair bijvoorbeeld vaker een carcinoom voor, dan wordt dat risico natuurlijk al anders en verwacht je wellicht ook dat het number needed to treat wat lager zou zijn. Dit is natuurlijk een heel hoog aantal, waardoor we dit absoluut niet actief moeten aanbieden aan elke vrouw met endometriose of adenomyose.
Nee, zeker niet. Dus zoals de preventieve tubectomie, waar we wel vaker nu over spreken om dat te gaan doen, is dit niet een ingreep die u aanbeveelt om te gaan doen. Nee. Overigens is een tubectomie wel nog iets wat we denk ik zeker mee zouden moeten nemen als we vrouwen met endometriose of adenomyose opereren. Want we weten natuurlijk dat dat het risico op serous of warmcarcinoom reduceert. En er zijn zelfs studies die laten zien dat een sterilisatie ook het risico op endometrioïd en kleercel of warmcarcinoom reduceert. Mogelijk dat dat dan toch komt dat er dan toch minder endometriose ontstaat, waardoor dat risico ook wat lager wordt. Maar dat weten we natuurlijk nog niet zo goed. Nee. Maar dat is zeker iets wat we mee moeten nemen, denk ik, bij al onze patiënten. Ja, absoluut, absoluut. Ik ben heel tevreden met uw antwoorden en ik geef het woord terug aan de rector. Ja, dank u wel. Komt niet vaak voor dat we nog een beetje tijd over hebben, dus dan stelt mij in de gelegenheid om ook nog een vraag te stellen. Het onderwerp interesseert mij namelijk ook. Ik heb ook ovarmcarcinoma samen met de promotor mogen opereren als algemeen chirurg. Een van de dingen als ik curves zie die zo ver uit elkaar lopen, zoals het ovarmcarcinoom als gevolg van goedaardige afwijkingen en het gewone ovarmcarcinoom, of hetzelfde voor het endometriumcarcinoom, dan denk ik zijn die twee curves wel met elkaar te vergelijken. Het borduurt een beetje voor. Het eerste wat ik dan altijd denk is, het zijn verschillende stadia. Kunt u daarop commentaar geven? Hooggeleerde opponent, dank u wel. Dit is zeker het geval. Het zijn echt verschillende groepen. En dat is ook de reden waarom wij die overlevingscurve wel ook verder hebben uitgesplitst. We hebben hem uitgesplitst voor de verschillende subtypes en voor lager stadium en hoog stadium. En dan ziet u wel dat de curves meer op elkaar lijken. En komen ze er ook niet allemaal significant meer uit, maar de meeste wel nog steeds. Dus dat is zeker iets wat we wel hebben meegenomen en bekeken hebben, omdat er dus inderdaad wel een verschil lijkt te zijn tussen die twee groepen. Dus als ik het goed begrijp, worden die carcinomen getriggerd door die goedaardige afwijking. Wat voor consequenties heeft dat voor follow-up? Moet je dat dan ook langer doen, want ze treden eerder op? Of hebt u daar geen advies voor? Ja, dat is heel lastig. Endometriose en adenomyose zijn ziektes die vooral bij vruchtbare vrouwen worden vastgesteld. En die vrouwen worden ook vooral in die fase dan opgevolgd. Vaak hebben vrouwen na de overgang geen klachten meer en eindigt daar ook eigenlijk hun follow-up. En wij zien wel dat vrouwen nog steeds wel een verhoogd risico hebben op een ovarium en dat is eigenlijk mijn vraag. Het risico blijft gewoon bestaan. Ja. Dus als je eenmaal die indicatie gesteld hebt voor follow-up, want dat vindt u wel. Het is, laten we zeggen, in de screening in de gewone populatie is niet nodig. Maar hoe zou het follow-up advies zijn bij deze patiënten? Ja, ik denk dat de groep vrouwen met endometriose is enorm groot. Het zijn 10% van alle vrouwen in Nederland. Die kan je natuurlijk niet allemaal levenslang gaan vervolgen. Ora est. Dus mag de zin nog afmaken. Dus wat ik al zei, ik denk dat het belangrijk is om echt betere risicoprofielen te ontwikkelen. Nou, dan sla ik het af. Marjolein Hermans. De gelegenheid om uw proefschrift te verdedigen, die is nu voorbij. De promotiecommissie zal zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u om, terwijl wij aan beraadslagen zijn, hier met uw gezelschap onze beraadslaging af te wachten.
Marjolein Hermans. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat te verlenen. De hoogleraar professor Beckers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan u, promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Marjolein Hermans, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris, overgeleden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde dokter Hermans, beste Marjolein. Het is voor mij een groot genoegen om je als een van de eerste te mogen feliciteren met het behalen van deze academische graad. In feite de hoogste graad die een universiteit toekent. Natuurlijk wil ik bij deze felicitaties ook Tijmen, je ouders, familie, vrienden en de overige aanwezigen betrekken. Voor mij is jouw promotie extra speciaal, aangezien jij mijn eerste Maastrichtse promovendus bent. Hoe begon het allemaal? Volgens eind 2015 of begin 2016 meldde jij je een beetje aarzelend op de afdeling gynaecologie van het Radboud UMC. Omdat je voorafgaande aan je co-schappen een wetenschappelijke stage wilde doen. René Ebisch, hier aanwezig, destijds promovenda in Nijmegen, had een project voor jou op het gebied van beeldondersteuning bij colposcopisch onderzoek met Luviva, multimodal hyperspectroscopie. Ondanks deze onuitsprekelijke benaming ging jij met enthousiasme aan de slag. Het project kostte jou niet zoveel tijd. En daarom ging je ook een steentje bijdragen aan de systematic review naar beeldondersteuning bij colposcopie. Toch niet direct het makkelijkste voor iemand die net een bachelor aan het afronden was of afgerond had. Toen liet je al een doortastendheid zien die we later nog vaker tegenkwamen. René ging op vakantie. En jij liep tegen een statistische vraag aan bij het systematic review. En in plaats van te wachten tot René weer terug was, ging je zelfstandig naar een andere afdeling, een andere promovendus die jou daarbij kon helpen. Want ik kon die vraag ook niet beantwoorden. En uiteindelijk kwam René terug van vakantie. En toen was het systematic review af. En uiteindelijk beloonde René jou daarvoor met het eerste auteurschap van dat stuk, wat eigenlijk ook niet gewoonlijk zo was. Je was destijds ook nog niet helemaal zeker of verloskunde gynaecologie nou wel het vak voor je was. Maar na je co-schap in Bernhoven dacht je, ja, dit is wat ik wil doen. En ergens eind 2018 kwam u weer terug. Volgens mij klopte u weer bij René aan. Bescheiden als je bent, dacht je, nou, niet meteen hoger op. We gaan gewoon bij René beginnen. Of het niet een project was wat jij kon doen. Dat bleek uiteindelijk de start van dit promotietraject. De vraag of endometriose tot verhoogd risico op ovariumcarcinoom leidt, was eigenlijk nog niet afdoende beantwoord. Samen met Anne van Altena, gynaecoloog, oncoloog in het Radboud UMC en Bert Siebers, werkend bij PALGA, het archief van de pathologen, zijn we dit traject gestart. In eerste instantie deed je dat ook naast je co-schappen. Daarna deed je naast je artsassistentschap ook het onderzoek, beide op basis van subsidies van Ruby en Roos en het Catharina Onderzoeksfonds. Jouw artikelen werden vlot gepubliceerd en goed ontvangen.
hetgeen leidde tot de Wim Schellekensprijs voor beste talent in onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. En daarnaast heb je nog een aantal nominaties op internationale congressen binnengehaald voor de beste klinische presentatie. Wat mij vooral bijblijft, is dat je tijdens overleg met mij wel eens vragen had over de statistische bewerking. En in tegenstelling tot wat jij net hier hebt laten zien, had ik daar geen antwoord op. Het was heel bijzonder om te zien hoe gemakkelijk jij je de statistiek eigen maakte en ook kon toepassen. En dat ging mij al heel snel boven mijn pet. Terwijl juist dit punt bij meeste promovendi een lastig punt is, de statistiek. Jouw studies en publicaties vormen een solide basis om op zoek te gaan naar een betere risicoselectie bij vrouwen met endometriose en adenomioos. Zodat we ovarium en endometriocarcinoom hopelijk kunnen voorkomen. Een eerste aanzet daarvoor heb je gegeven om samen met je opvolgster, Sterre Lene, hier ook aanwezig, een review te schrijven over de immunologische factoren bij endometriose en bij endometriose geassocieerde eierstokkanker. Deze aanzet heeft geleid tot de samenwerking binnen het Catharina ziekenhuis met Huib van Vliet hier aanwezig, Dick Schoot, Dana Huppelschoten en Edith van Es. En ook met het MUMC, met Peggy de Vos van Steenwijk. Met Anne van Altena van het Radboud ziekenhuis. Met afdeling Health Evidence van het Radboud UMC. Met Maaike van der A van IKNL. Met Bert Siebers van Palga. Sjoerd van den Burg van het LUMC. En Velja Mijatovic en Bauke Ilstra van het Amsterdam UMC. Dus op basis van jouw studie is half Nederland nu samen op zoek naar het volgende, binnen het volgende project. Beste Marjolein, als ik zo terugkijk, lijkt bij jou na een aarzelend begin alles in een stroomversnelling te komen. Van je moeder begreep ik dat dit al heel vroeg begon. Je werd namelijk te vroeg geboren. Ja. Je kon toen dus al niet wachten. Nee. Ook één zwemdiploma was niet genoeg. Je wilde ze allemaal. En op school sloeg je een klas over om vervolgens cum laude je middelbare school af te ronden. Ook tijdens je studie. Eerst je stage en je promotieonderzoek al beginnen of afronden voordat je arts bent. En nu promoveer je in een week nadat je nog even een huis hebt gekocht en een paar maanden geleden met de opleiding tot gynaecoloog bent begonnen. Toch beschrijven mensen jou in eerste instantie een beetje als timide, verlegen. Maar als jij eenmaal je omgeving hebt verkend en zo gauw die vertrouwd is voor je, dan accelereer je niet alleen, dan exceleer je ook. Daarna komen andere omschrijvingen zoals zeer prettig om mee te werken, integer, betrouwbaar. Je zus omschreef je als steun en toeverlaat. Ook een beetje bazig, af en toe. Maar dat zal met de beste bedoelingen zijn geweest. Met patiënten, zeer patiëntgericht, harde werker, doorzetter, benaderbaar, kundig, aardig, doortastend. En wat we vandaag heel veel gehoord hebben, genuanceerd. En dat gaat zomaar door. Je zou er eigenlijk weer verlegen van worden. Beste Marjolein, tijdens de afgelopen jaren heb ik je leren kennen als een no-nonsense wetenschapper. Een dokter met heel veel passie voor zowel patiënten als onderzoek. En met jou gaan we een zeer prettige persoon, goede wetenschapper en kundige dokter bij krijgen in ons vak. Dus ik verheug me er nu al op om in welk ziekenhuis dan ook of in welk project dan ook met je samen te mogen werken. Maar niet nadat we samen met je geliefde familie, vrienden gaan genieten van deze mijlpaal. Dank je wel voor de aandacht. Dr. Hermans, beste Marjolein, namens de universiteit wil ik u ook feliciteren, als tweede dan, met het behalen van het doctoraat. Ik heb begrepen dat het allemaal naast de opleiding en naast van allerlei dingen gedaan is natuurlijk zeer bewonderenswaardig. En de manier waarop u deze verdediging gedaan heeft, moet ik zeggen, dat verdient ook apart lof. Maar goed, nu is het tijd om te gaan feesten. Even nog een paar huishoudelijke mededelingen. De receptie zal plaatsvinden in de refter, dus als u hier de korte gangetje uitloopt en dan rechtsaf. Ik verzoek u om daar alvast naartoe te gaan. In de tussentijd zal de promovenda nog even een fotomoment hebben op de grote trap in, centraal in de hal. En dan voegen wij ons ook bij het gezelschap. Dit was het dan. Goed gedaan. Je moet mee volgens mij, ja.